Dag, lieve studenten van 1B. Ik ben er vandaag niet. Ik krijg de sleutel van mijn nieuwe huis en daardoor kan ik helaas niet op de woensdagochtend in Amsterdam zijn. En natuurlijk wil ik niet dat jullie een weekje zonder onderwijs kunnen zitten. Dus heb ik een oplossing bedacht en die ga ik nu even uitleggen. De komende les gaan jullie aan de slag met een opdracht die in het teken staat van klassenmanagement. De afgelopen weken zijn we natuurlijk bezig geweest met verschillende theorieën over klassenmanagement. En in deze opdracht is het de bedoeling dat je die theorieën op een praktische manier gaat verwerken. In dit filmpje leg ik in eerste instantie eventjes uit wat de bedoeling is. Dan staan we even stil bij de benodigdheden. Vervolgens leg ik even stap voor stap uit wat er precies van je verwacht wordt. En tenslotte licht ik nog even concreet toe wat je precies moet inleveren. De dia's die ik gebruik in dit filmpje, die kun je vinden op de gebruikelijke plaats op het Blackboard. Het doel van de opdracht. De afgelopen weken hebben we het over verschillende theoretische modellen gehad met betrekking tot klassenmanagement. We hebben het gehad over de roos van Leary, we hebben het gehad over de vijf didactische vaardigheden van Koenen en we hebben het over conflicthanteringsstijlen gehad. In deze opdracht ga je in drie verschillende stappen aan de slag met het verwerken van die theorie. In eerste instantie ga je aan de slag met het maken van een mindmap. Aan de hand van de mindmap ontdek je dat er een aantal aspecten zijn per theorie die iets zeggen over hoe een docent in de praktijk handelt. Die situaties die gaan jullie naspelen. En elke situatie leg je vast met een foto. Aan de hand van die stap heb je straks een aantal foto's over die theoretische aspecten van je mindmap, van je onderwerp. En tenslotte is het dan de bedoeling dat je per foto een korte beschrijving geeft om welk aspect het gaat. En op welke manier die foto een afbeelding is van zo'n theoretisch aspect. Wat heb je daarvoor nodig? Elke groep heeft een groot vel papier nodig om die mindmap op te maken. Schrijfmateriaal om de mindmap te maken. Je hebt een fototoestel nodig. Dat kan ook een telefoon zijn eventueel. En je hebt een decor nodig. Een ruimte waarin je een klassensituatie kan naspelen. Je kunt met z'n allen proberen om dat in één klas te doen. Het kan ook handig zijn om te kijken of er misschien nog een vrij lokaal ergens te vinden is. En het is ook handig om een laptop te hebben om de foto's op te verzamelen en er per foto een beschrijving bij te maken. De opdrachtomschrijving, even stap voor stap. Op de eerste plek is het handig om de klas in drie groepen op te delen. Vervolgens kiest elke groep één onderwerp. Dus groep 1 gaat voor de roos van Leary, groep 2 gaat voor de vijf didactische vaardigheden en groep 3 gaat bijvoorbeeld voor de conflicthanteringsstijlen. Dan begint elke groep in eerste instantie met het maken van een mindmap om je gewoon even te oriënteren van hoe het ook alweer allemaal in elkaar stak en welke theoretische aspecten er allemaal onder elke theorie liggen. Dan bedenk je welke theoretische aspecten je op de foto gaat zetten, dus na gaat spelen. Dat moeten er minimaal 5 zijn per theorie. Dat is belangrijk. Vervolgens speel je met je groepje zo'n theoretisch aspect uit. Dus je bedenkt de situatie, hoe je dat duidelijk in kaart kan brengen. Je bedenkt ook hoe je dat op de foto gaat zetten en hoe je ervoor kunt zorgen dat dat zo duidelijk mogelijk overkomt op die foto. Vervolgens maak je per foto een beschrijving en in die beschrijving schrijf je in maximaal 100 woorden om welk theoretisch aspect het gaat en op welke manier je ervoor hebt proberen te zorgen dat dat theoretische aspect in beeld wordt gebracht. En tenslotte zet je alles in één overzichtelijk document. Hoe lever je het in? Op de eerste plaats neem je in ieder geval je mindmap mee, die je op het grote vel papier hebt gemaakt. En stuur je me via de mail een bestand toe met daarin de foto's van de theoretische aspecten met de beschrijving van maximaal 100 woorden. Dat was hem. Succes, ik ben benieuwd wat jullie ervan bakken. En tot volgende week. Doei doei!